trauma capitis en we zien 4 soorten bloed. Hier, rechts temporaal, zien we een hyperdensiteit die is naar binnen toe concaaf. En dit betreft een subdurale bloeding. Het bloed zit hier tussen de dura mater en de arachnoïd mater. Dit betreft een veneuze bloeding die ontstaat door een scheur in een ankervenen. Gaan we iets meer naar craniaal, dan zien we een hyperdensiteit. En die is naar binnen toe convex, bol. En dit is een epidurale bloeding. Die bevindt zich tussen de schedel en de dura mater. Dit zijn vaak arteriële bloedingen die ontstaan door fracturen. Kijk je hier naar schedel, dan zie je ook een lucentie ter plaatse. En dit betreft een fractuur. Terug naar caudaal zien we hier links temporaal 2 hyperdensiteiten in het hersenparenchym zelf. Intraparenchymateuze bloedingen kunnen allerlei oorzaken hebben. Het kunnen contusiehaarden zijn, dus echt bij een hersenschudding. Maar ook tumoren kunnen bloeden, infarcten kunnen bloeden. En soms kun je als gevolg van hypertensie bloedingen zien. En dat zie je vaak dan in de basale kernenregio. Ten slotte zien we hier een hyperdensiteit. En die heeft een wat lineaire configuratie. Die loopt mee met de sulci. En dit betreft een subarachnoïdale bloeding. Die zit in de subarachnoïdale ruimte. Dus tussen de pia mater en de arachnoïd mater. Deze bloedingen kunnen ook ontstaan door trauma. Maar ontstaan ook typisch door rupturen van aneurysmata. Van vaten die zich in de subarachnoïdale ruimte bevinden.